Hey, fijne mens, welkom op mijn kanaal. Welkom als je terug bent, een van de 17.500 geabonneerden bent. Als je dat nog niet bent en geïnteresseerd bent, zoals nu in narcisme, innerlijk kind, codependency, relaties, vader- en moederwonden. Ik behandel het allemaal op dit kanaal. Ik vind het gaaf om daarmee de diepte in te gaan. Vandaag gaan we kijken naar de vaderwond en dan naar de narcistische vader. Ik heb een poll gedaan in diverse groepen, in de Thriving Codependency groep, daar kan je gratis lid van worden, er zitten bijna 8000 mensen in. In de Breathwork Coach groep, meer dan 5000 mensen. Ik heb in de Kukuru groep van Giel Beelen heb ik een oproepje gedaan. En daaruit kwam, en eigenlijk alle polls wel, dat de narcistische vader, of ik die vaderwond zou kunnen behandelen, met liefde. Dus als je zin hebt, word lid van een van die groepen. Af en toe stel ik daar een vraag van welk onderwerp zou je willen voor een filmpje. Of doe ik eens een poll. Ga ik testen van wat leeft er in jullie. Moet erbij zeggen, in de Vrij van Codependency met een Y aan het einde als je zoekt op Facebook. In die groep, daar kwam eigenlijk naar boven de afwezige vader, emotioneel afwezige vader. Maar hey, die heb ik in een vorig filmpje al van 2 weken geleden behandeld. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Dan kan ik hooguit nog eens een keertje de diepte op ingaan met wat dat dan betekent voor je. Als je zo'n afwezige vader hebt. En in dit geval gaan we eigenlijk naar het tegenovergestelde kijken. Dus een emotioneel afwezige vader. Die levert hele specifieke wonden op in je ziel, in je hele wezen. Maar zo'n narcistische vader, eigenlijk het tegenovergestelde. Zo'n emotioneel afwezige vader. Ja, het woord zegt het al. Die is een niet. En een narcistische vader is er juist enorm. Die is helemaal doorgedrongen in je systeem. Die is, wat de afwezige vader te weinig heeft gegeven, heeft een narcistische vader veel en veel te veel gegeven. Dus ik ga vandaag kijken met je naar de symptomen. En sowieso als eerste dadelijk even wat teststatements, zodat je kunt kijken voor jezelf. Klopt het? Heb ik zo'n narcistische vader in mijn leven gehad? En daar gaan we steeds verder diepte in. En ik wil ook nog naar de kindrollen gaan kijken. Heb ik al eens een keertje in een ander filmpje behandeld. Maar dat ga ik nog een keer doen, want het is belangrijk voor die mensen die dat niet zien. Zodat je weet wat het effect, daar gaan we namelijk over praten, wat het effect is van het opgroeien met een narcistische vader. Weer een dikke vette disclaimer. Gaat mij er niet om op dit kanaal om mensen te brandmerken. Ja, om mensen voor narcist of voor borderliner of voor afwezige vader of whatever uit te maken. Het gaat mij erom dat de mensen die dit kanaal volgen, dat zijn in ieder geval al die 8000 mensen uit die codependency groep, die Vrij van Codependency groep en anderen, die zijn hier vaak mee opgegroeid. Dus ongeveer 50%, als je de wetenschap mag geloven, van de Nederlandse bevolking is veilig gehecht. Weinig hobbitachtig gezinnetje gehad, met ze gezien, geliefd en gekoesterd werden, gesteund en gesupport. For what it's worth. Daar kunnen we over van mening verschillen, maar dit is niet wat de wetenschappers zeggen. De andere helft is onveilig gehecht. Laten we zeggen, voor de andere helft van Nederland is dit kanaal. Dus mensen die wel met dysfunctionele ouders of gezinnen te maken hebben gehad, wel met narcisme in een gezin te maken hebben gehad, dat laat namelijk diepe, diepe wonden na. Als je dat niet herkent, dat is een van de manieren waarop ik vaak op de comments van jullie reageer. Als je zegt, jeetje, daar is de schellen vallen van mijn ogen, de kwartjes vallen. Dan schrijf ik vaak, fijn dat je er herkenning, de H dan tussen haakjes, herkenning en erkenning in vindt. Herkennen is gaan leren erkennen in jezelf. Tot die tijd loop je vaak als een kip zonder kop in het donker. En blijf je overal tegen decorstukken aanbotsen zonder dat je weet waar ze vandaan komen. Dus hoe meer je hiervan weet, en zeker als je dus met narcisme bent opgegroeid, dan weet je waar ik het over heb. Als je dat niet weet, en je denkt waar heeft die man het over, moet hij weer zo nodig iedereen voor een narcist uitmaken? Nee, dit gaat mij om dat de mensen die dit vroeger mee hebben gemaakt, het herkennen en stukje bij beetje in hun leven gaan erkennen. Want je blijft namelijk met een serie overtuigingen, als we daaraan toekomen, die heb ik vanmorgen als laatste uitgeprent. Het is een negatieve kernovertuiging. Als we daaraan toekomen, dan gaan we die ook nog behandelen. Ik heb een heleboel hiervan op een rijtje gezet. Maar die kernovertuigingen, die blijven in je diepste woekeren met als naarste, ik ben niks waard. Ik ben niet om van te houden. Ik ben niet om lief te hebben. Ik ben niet welkom op deze wereld, noem maar op. Dat zijn wonden. Dat zijn negatieve
kernovertuiging, daaronder zit de kernwonde. Daar kom ik in een ander filmpje alweer eens een keer op terug. Als je die dus niet herkent, dan blijf je akelige relaties aantrekken. Dat noemen ze in de psychologie repetition compulsion, herhalingsdrang. Je blijft alsmaar herhalen wat je niet geïntegreerd hebt. Hè, Carl Jung die zei ook, de schaduw die niet geïntegreerd is, blijft opdoemen in je leven als noodlot. Nou, opgroeien met een narcistische vader of moeder. Moeder kunnen we ook een keertje apart in een filmpje behandelen, want het heeft weer hele andere effecten op je hele wezen. Hè, maar die onbehandelde schaduw, die niet herkende schaduw, die je dus zelf onderdrukt met codependency. Want als je zo'n narcistische vader hebt gehad, 10 tegen 1, dat je één van de codependent rollen in bent gaan nemen, dan gaan we straks ook naar kijken. Als we die kind, we hebben een hoop te behandelen. Hè? Als we die kindrollen gaan behandelen, dan zie je vanzelf, oh wacht, daar is dit type uit voortgekomen. Dus door deze druk uit mijn jeugd, door die grote, akelige man, die vooral vol was van zichzelf en niet van mij, daar is deze imprint opgekomen. Ja? Gaat niet om je vader te bashen, om die door de mangel te halen, maar het gaat wel om dat je herkent, erkent en dan kunt gaan rouwen. Daar echt boos om kan worden. De rouwfase is van Elisabeth Kübler-Ross, een Zwitserse vrouw, die fantastisch heeft beschreven hoe het rouwproces in elkaar zit. Daar heb je dus eerst te gaan herkennen en erkennen wat er gebeurd is, zodat je er boos om kan worden. Mega belangrijk. Schrijf me maar in de comments als ik ernaast zit. Maar als jij zo'n narcistische, bijvoorbeeld zo'n grootste narcistische vader hebt gehad, is de kans heel groot, of juist heel klein, dat je, dat je niet boos kan worden. Dat je niet je grenzen aan kan geven. Dat je zo codependent bent geworden als ik weet niet wat. Dat je mensen over je grenzen laat denderen. Dat je in relaties de kleine wordt. Of andersom, ik heb hem hier toevallig als eerste liggen, een control freak wordt, die zegt, en nou krijgt niemand me meer. En zich enorm opblaast. Het zijn allemaal codependente reacties. Codependency in mijn definitie, dus niet in de klassieke definitie. Maar codependent, daar bedoel ik mee, co, de ander. Heel veel mensen vertalen die als samen. Nee. Voor mij, in de definitie zoals ik werk, is het de ander. Dus co betekent de ander. En dependency betekent afhankelijk van. Ik ben afhankelijk van de ander. Betekent voor mij codependency. Als je met zo'n grootse narcistische vader bent opgegroeid en je bent codependent, dan is je eigenwaarde afhankelijk van een ander. En daardoor maak je je of heel groot of heel klein. Of je gaat heel aardig doen. Of je wordt heel bang. Ja, dus dat zijn zomaar codependency, jeugdtrauma-reactie. Ik koppel die twee ook aan elkaar. Het zijn dezelfde vecht, vlucht, bevries en behaagreacties. Ja? Gaan we een andere keer veel en veel dieper op in. Maar dan weet je voor wie dit is. Dan weet je ook dat je nu na 8 minuten kan afhaken. Als dit niet voor jou geldt. Of als je in de oordelen zit van waarom moeten al die mensen gebashed worden, noem maar op. Dan kan je gewoon nu afhaken. Want we gaan namelijk nu wat meer de diepte in. We gaan focussen op die narcistische vader. En in dit geval voor het gemak heb ik er 2 gekozen. Je hebt deze. Nou, die past niet eens rechtop op een A4'tje. Zo groot is die. En je hebt de verborgen narcist. Dus de verborgen narcistische vader. Laten we daarop focussen. Maar ook niet helemaal precies wat het verschil is. Want het gaat mij nu eventjes niet om die types. Ik ga in een aparte video de 5-6 narcistische types apart behandelen. Dat komt eraan in de toekomst. Daar komt ook een testje. Zodat je ook dat kan testen. Van wat voor soort type narcist heb ik of als partner of als vader in mijn leven gehad. Of nog steeds. Het gaat erom, nogmaals, herkennen. Als je gedrag gaat leren herkennen. En daar gebruik ik vaak de uitdrukking voor. Fish will be the last to discover the water. Jij, ik, die hiermee is opgegroeid, kan het bijna niet zien. A, omdat je die repetition compulsion hebt, dus die herhalingsdrang. Die verwonding van binnen, die kernovertuiging die niet geheeld is, blijft alsmaar situaties en mensen aantrekken door jouw eigen gedrag, totdat je het gaat zien. Tot de vis wakker wordt en wel het water gaat zien, wel het narcisme in zijn leven gaat zien, wat hij steeds weer aantrekt
in partners, in zakenrelaties, in vriendschappen, in familie, noem maar op. Je kan dat op een of andere manier, vraag me niet waarom, ik heb daar wel hypothese en ideeën over, maar ik echt weet het, doe ik het niet, ik weet niet waarom het is, maar je blijft het niet kunnen zien en het toch steeds aantrekken. Dus daar zijn deze filmpjes voor, daar zijn de volgende teststatements voor, zodat je kan gaan zien, hey, is deze vader, is dat de mijne geweest? Dus de teststatements voor een narcistische vader. Ik lees ze gewoon voor je op. Pak er desnoods een blokje bij. Schrijf er een cijfer van 0 tot en met 10 bij. Deze vragen komen net als de andere vaderwonden in een testje. Zodat je kan zien, ook van de andere types, de verstikkende vader of de toxische vader, de boze vader. Er zijn allerlei vaderwonden mogelijk. Een stuk of 10 heb ik er uitgewerkt. Komt eraan binnenkort als een testje. Techniek daarvoor is bijna klaar. Dus ja, dat komt goed. Oké, teststatements. Jij hebt ondertussen je blokje gepakt of je doet het gewoon even zo uit je hoofd. Mag ook. He, dus de testvragen van narcistische, de teststatements voor een narcistische vader. 1. Mijn vader was voornamelijk gericht op zijn eigen behoeften en verlangens en negeerde vaak mijn gevoelens en behoeften. Heel belangrijke statement al. Hè? Hieraan kan je al merken van, oké, dit is een van de kern statements van narcisme, het helemaal gefocust op je eigen behoeften. En dan zeker als je een vader bent, die kinderen die doen er niet toe. Die zijn een verlengstuk van mij, van mijn eigen grandiositeit. Want dat moet ik er nog bij zeggen. Zowel die grootste narcist, als die meer covert narcist, dus de verborgen narcist, hebben allebei een fantasie van grandiositeit. En de één, die openlijke grandioze narcist met die armen wijd, kijk mij eens staan, die doet dat dus openlijk. De verborgen, de covert narcist, die doet dat heimelijk. Maar ze hebben allebei een fantasie van grandiositeit. En die moet ik nog toelichten. Het gaat niet om een fantasie van, oh, als ik later groot ben zoals ik, dan wil ik graag een boot kopen. Als ik daar ooit het geld voor ga verdienen, noem maar op. Dat is ook een fantasie. Het heeft niks met narcisme te maken. Met fantasie wil zeggen een fantasie zelf. Een compleet in elkaar geknutseld, gefabriceerd zelfbeeld om de ellendige leegte. Allebei de type narcisten hebben precies hetzelfde. Ze werken het alleen iets anders uit. He, maar om de complete ellendige leegte van binnen, dat valse zelf, niet meer te hoeven voelen. Creëren deze mensen een vals zelfbeeld waar jij dus geen plek in hebt. Jij met jouw behoeftes, met je grenzen, met je gevoelens. Je hebt er alleen plek in als je bijdraagt aan zijn grandioze fantasie. Dat kan zijn, kijk mij eens een geweldige vader zijn naar buiten toe. Kijk mij eens een fantastisch mens zijn, een fantastische sporter, een fantastische YouTuber. Whatever voor métier, wat voor vak of wat voor personage, wat voor imago deze grootse, grandioze of verborgen narcistische vader ook gekozen heeft, zolang jij in dat plaatje past en ja, daar dus een rol in speelt en waarmee gepronkt kan worden, misschien ben je net als ik een goede muzikant geworden. Hè? Hierachter staat de vleugel. Nou, als ik daarop speelde, kreeg ik vroeger waardering. Niet voor de gevoelige, kwetsbare en gekwetste mens die ik was al in mijn puberteit. Maar als ik speelde, dan kwam de waardering. Dus daar heb ik mee geleerd. Liefde is voorwaardelijk. Jij misschien ook op je eigen manier. Dus denk maar mee. Dat is een van de aspecten, hè, van narcisme. Jij bent een vooruitgeschoven pion van de grootste of verborgen narcist. Nummertje 2. Mijn vader toonde weinig tot geen empathie voor mijn emoties en ervaringen, waardoor ik me vaak ongezien en onbegrepen voelde. Dus hier gaat het niet zozeer om het gedrag van de ouder, maar het effect op jou. Als je even je ogen sluit, hand op je hart legt, hand op je buik, dan kun je gaan invoelen, kun je dit binnen laten komen. Klopt dit? Was dit zo? Voelde ik me vroeger thuis niet gezien, niet welkom, waren mijn gevoelens, deden die er niet toe. Dat weet je van binnen, dat doet nu pijn. Ik voel hier zelf zo'n licht brandend steekje bij mijn hart, daar komt dit vaak binnen. Bij je hart, daar zitten je gevoelens en je behoeften onder andere. Die komen daar samen als het ware in het hart en als die niet gezien en niet gevoeld worden, bam, dan krijg je hier alsof er zo'n dolk in gaat. Als je dit niet hebt, dan weet je al bij het puntje 2 nou.
grote kans dat mijn vader dan niet narcistisch was. Want dit is echt wel een van de grootste klassieke kenmerken. Het niet kunnen hebben van empathie. En dan met name die gevoelde empathie. Dus wel het kunnen inlezen van jou als kind en mentaal weten wat je nodig hebt. En mentaal advies of de vader uithangen. Maar echt gewoon dat je voelt, ik ben belangrijk hier, ik word hier gekend. Deze man die speelt een belangrijke rol in mijn leven en in mijn ontwikkeling. Want ik ben hier gewoon, ik ben belangrijk. En dat belangrijk is een gevoelservaring. Dan gaat er iets open. Als je je belangrijk voelt voor iemand, ontstaat er liefde. Dan ontstaat er verbinding, ontstaat er affectie. En dan ontstaat er uiteindelijk veiligheid. Dus een veilige hechting die ontstaat bij het gezien worden door de hele belangrijke mensen. Je vader en je moeder. In dit geval je vader is ook mega belangrijk. Zeker als je wat ouder wordt vanaf een jaar of 2, 3. Daarvoor is die papa ook wel heel belangrijk. Maar nog niet op deze laag. Maar vanaf 2 dan krijg je die enorme behoefte aan aandacht. Aan de honderden transacties per dag waarbij je uitroept. Papa kijk nou, mijn fietsje zonder zijwielen, papa kijk nou. Als papa niet geïnteresseerd in je is, alleen waar we het net al over hadden. Als jij die vooruitgeschoven pion bent waar die mee kan pronken. Maar niet om de duizenden, tienduizenden, miljoenen kleine stapjes die je in je groei maakt. Hè, waarin je gezien wil voelen. En gehoord en begrepen, ook heel belangrijk. Hè? Begrepen betekent in jouw waarheid gekend. Dat jouw waarheid er mag zijn. Dat je je mag ontwikkelen tot een helemaal zelfstandig mens. Die een eigen waarheid heeft. Als je daarin gekend wordt. En dat is lastig voor deze mensen. Met deze imprint, met zo'n narcistische imprint. Want die hebben namelijk een verborgen of openlijk gevoel van superioriteit. Ik wou zeggen superioriteit, maar volgens mij is het superioriteit. Verbeter maar in de comments als ik ernaast zit. Ja, dus daardoor is in jouw waarheid gezien worden zo'n groot ding. Want jij bent maar een lastig kind. Hou op, wat weet jij nou? Oh, die heb ik ook oneindig veel, niet aan mijn vader, maar vooral aan mijn moeder gehoord. Wat weet jij nou? Wacht maar tot jij groot bent. Ach, dom sukkeltje, weet je. Hou daar nou toch eens mee op, man. Doe eens wat levenservaring op. Als je zo oud bent als ik, dan gaat dat vanzelf. En je kan de tientallen boodschappen kan je uittekenen. Misschien heb je ze wel gehad van je vader, misschien niet. Maar dit gaat over je begrepen voelen. Dus in de levensfase waar jij in bent, met je weinige levenservaring, als je 4 bent of 6 of 12, erkend worden dat je aan het leren bent en dat je door vallen en opstaan jouw eigen waarheid gaat ontdekken. No fucking way. Sorry voor mijn Haags. Dat gaat lukken met een narcistische vader. Daar kun je een draai in je oren krijgen als je een andere mening hebt. Of ingaat tegen zijn superioriteit. Noem maar op. Die verborgen narcistische vader, die doet dat vaak nog anders. Hè? Want die is vaak, voor de mensen die mijn kanaal vanaf het begin volgen, heb ik dit veel uitgewerkt. Die zit vaak in de slachtofferrol. Dus die heeft dan weer alles weer erger gehad dan jij. Of oh, je moest eens weten hoe wij het vroeger hadden. Dan werd alles wat jij hebt en ervaart wordt geniveleerd tot zijn sompige moeras van in elkaar gedoken, het niet leven niet aankunnen. Ik heb zo'n zwaar leven. Wie zong dat ook alweer? Ik kom er eventjes niet op. Ik heb zo'n heel zwaar leven. Was het? Ook die mag je me schrijven als je het weet. Ik weet het even niet meer. Maar het is zo'n liedje. Ik zette dat vroeger als in ayahuasca ceremonies die ik gaf. Als er dan eentje bij zat die in zo'n slachtoffer imprint bleef hangen, zet ik dat aan het einde wel eens op dat nummer. Als iemand dan nog steeds aan het klagen was en hoe kut het was, het leven. Het leven is kut, draaide ik ook wel eens. Ik weet niet of dat mag zeggen of dat weggepiept wordt van YouTube. Maar van, ik geloof van Harry Jekkers, die kon ik ook wel eens draaien. Nou ja, dat terzijde. Maar die mensen, dus die verborgen narcisten, die hebben vaak een zweem van verborgen superioriteit, afgedekt met die laag slachtofferschap. Akelig om mee om te gaan. Akelig om mee om te gaan. En als je zo'n vader hebt gehad in die context, blijf je, net als ik, dit soort mensen aantrekken in je leven. Waarom? Waarom blijf je dat doen? Denk er eens over na. Repetition compulsion. Ik heb het al een paar keer genoemd, dat woord. Herhalingsdrang. Ik vind die Engelsen veel gaver klinken. Ja, de obsessiviteit van het steeds maar blijven herhalen. Waarom doe je dat? Omdat je deze mensen zielig vindt. Ik vond mijn vader ook zielig.
die ook een stuk van deze imprint had. Verborgen, altijd klagen, altijd zielig, altijd zwaar en zwaar. Ik moest zijn kleine therapeut zijn. Hé, wat ben ik later geworden? Therapeut. Nu niet meer. Mij niet meer bellen. Jullie weten dat ondertussen. Maar ik geef mijn content nu zo gratis en voor niks. Daar leer je minstens net zoveel van als je een sessie met me gedaan had. Dus wees gerust. Ja, we zijn allemaal aan het leren. We zijn aan het leren herkennen. Aan het leren erkennen. Als je dit herkent, dus dit patroon van alsmaar verborgen narcisten aantrekken. Partners, familie, vrienden, op je werk, mensen op straat. Je wil niet weten hoe vaak ik vroeger, tegenwoordig niet meer. Het is over, basta. Hè? Sinds ik mijn boosheid geowned heb, is het klaar. Kunnen mensen aan mij lezen, don't fuck around. Hè? Als er iemand aan de deur hier staat om iets te verkopen, is die letterlijk binnen 5 seconden is die weer buiten. Vroeger niet, dan ging ik in gesprek met die mensen aan en kon ik geen afscheid nemen. Herkennen? Delen maar. Deel het maar. Maar daar leren we allemaal van. Juist door dit naar boven te brengen, ook die kwetsbare patronen. Sommige zit je nog in, sommige ben je al door. Als je codependency door gaat werken, ga je van dit soort patronen helen. Door die rouw door te gaan, wat ik in het begin al zei, door te gaan rouwen. Geen shortcuts. Leren boos worden. Leren verdriet worden. Leren naar buiten brengen. He? In de Nagamadi geschriften, oorspronkelijke christische geschriften. Oorspronkelijke geschriften van Christus. Niet de Bijbel, maar de gnostische takken. Nagamadi geschriften in 1945 gevonden. Er stond al in, als je dat... Wat van binnen, wat pijn doet. Als je dat niet naar buiten brengt, zal het je vernietigen. Als je het binnenhoudt, zal het vernietigen. Als je het naar buiten brengt, zal het je bevrijden. En zo is het met die oude stukken. Daarom is die fase van herkennen, erkennen en rouwen zo mega, mega, mega belangrijk. Als je weet, dit is me gebeurd. Je hoeft niet eindeloos in het verleden te gaan vroeten. Daar gaat het ook niet om, want dat zei je ook vaak als kritiek van mensen horen. Moet je nou zo nodig weer in het verleden gaan zitten graven? Ja, zolang het zich in het heden als noodlot blijft herhalen, en ik blijf zo'n serie krijgen van herhalend gedrag, blijf ik in dat verleden vroeten, zodat de onderste steen boven komt, ik erom kan rouwen, verdrietig om kan zijn, en het dan loslaat uit mezelf. Ik hoef niemand te vergeven. Daar ga ik ook nog een keer een aparte video over maken, want dat vragen jullie me ook enorm veel in de comments, maar ook in personal messages. Van luister, moet ik die vader of die moeder, moet ik die vergeven? Nee hoor, dat gaat vanzelf. Aan het moment dat je wrok en je haat en al die opgeslagen boosheid als kindje, als die geuit is, volgt vergeving op een gegeven moment vanzelf. Dus net als met atoomenergie, atoomafval heeft een eindwaardetijd. Eens in de 100 jaar vermindert het geloof ik tot de helft en dan weer tot de helft. Nou, we hoeven geen 100 jaar te wachten. Maar vergeving volgt vanzelf als je verwerkt hebt. Oké? Ga naar de volgende door. Mijn vader die probeerde mijn leven tot in detail te controleren, waarbij hij vaak mijn keuzes en autonomie ondermijnde. Laat me maar weten of het klopt. Het zijn elementen hè, van een narcistische vader. Dus het controleren, dat doet hij, hebben we het al een klein beetje over gehad, zodat jij in die fantasie blijft. In zijn fantasie, als jij nou maar papa's kleine meid blijft, die zo talentvol is en naar de universiteit gaat, zoals wij allemaal in deze familie, noem maar op. Ik heb ook op zo'n keurige school gezeten vroeger, waar de Dirk Janne en de Rutgers zaten. Die hebben vaak dit soort vaders, waarbij al het narcisme gewoon letterlijk uit de oren komt en een hele dure buurt te wonen. En alleen maar de duurste merkkleding. Ik had toevallig met Tobias, we komen net van het strand, dus ik heb mijn vest nog aan. Ik had met Tobias over dat vroeger op school droegen ze allemaal Burlington. Als je geen Burlington droeg, dan waren van die truien van 140 gulden, van die geruite truien. En Burlington sokken, als je die droeg met een paar dogstep schoenen eronder, dan hoorde je erbij. Maar als je daar niet bij hoorde, zoals ik, kwam gewoon uit een middenklasse gezin. Dan werd je dus meteen op je kledingkeuze al werd je geskipt. Was je persona non grata, gewoon een niet bestaand persoon. En dit narcisme, dus deze vorm van narcisme, wat is ook op dat soort elite scholen waar ik heen gestuurd werd, omdat ik van de Dalton afgestuurd werd. Dus ik moest naar het Jacob van Maarlen College, waar ook meneer Rutte gezeten heeft. Die zat in klas boven of onder me. Ik moest naar zo'n elite school, omdat ik gewoon goed opgevoed moest worden. Nou. We weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen. Ja,
Maar dit gaat over autonomie. Dus zo'n vader probeert je leven tot in detail te controleren. Als jij ook zo wordt, als je later ook in de advocatensector of bankdirecteur of whatever voor wat er in zo'n familie als bon ton gezien wordt, als je daar ook in meegaat, dan ben je echt een topper. Hè? Dan word je zelf ook hartstikke narcistisch opgevoed, want jij wordt grenzeloos opgevoed. Hè? Dus dat vragen ook veel van jullie, hoe komt dat narcisme dan in het leven? Vanaf een jaar of twee kom je in wat genoemd wordt de narcistische fase. Als je daar goed begrensd wordt tot de rest van je leven, maar ook goed gesupport, dus begrensd in ongebreideld narcisme. Hè, want dat heb je gewoon als klein kind. Dan ben je een klein narcistje. Als je daar niet in begrensd bent, is het de kans vrij groot dat je zelf ook zo'n Rutger of wat dan ook wordt, die helemaal geen oog voor anderen heeft, geen empathie heeft en mensen op een uiterlijk of precies het juiste jasje of het juiste ditje of datje beoordeelt. En dan hoor je erbij. Bij het narcistische bolwerk. Ja, dus je eigen keuze en autonomie, nou, weinig. Ja. Mijn vader die zocht constant naar bewondering en bevestiging van mij en anderen. En verwachtte dat ik hem voortdurend zou prijzen. Dus dit gaat twee kanten op. Hè? Dus die vader heeft al zo'n verborgen fantasie. Of nee, niet een verborgen. Nou, een verborgen narcist heeft vaak ook een verborgen fantasie van grootsheid. Verborgen narcist die zegt, als ze me nou maar echt zouden zien in mijn talent en ik zou erkend worden, dan zou de wereld wel, zou me bewonderen. Dat wil een verborgen narcist, die snakt naar bewondering, maar durft dat niet openlijk te uiten. Die narcistische vader, die grootse bankdirecteur, whatever wel. Ja, het kan ook een heel ander type trouwens zijn. Hè. Je kan ook hier in Den Haag uit de Schilderswijk of ik weet niet hoe in de grote steden van anderen. De mindere buurten, vroeger noemde je dat de achterbuurten. Voor hetzelfde geld kom je daar vandaan. En dan heb je vaak een bullebak juist van de vader die helemaal geen ambities heeft. Maar die wel continu wil laten zien dat hij de sterkste van de straat is. En de grootste bek heeft en voor niemand bang is. En daar weer in bewonderd wil worden. Dus die fantasie van grootsheid, die is per persoon en per cultuur waar je in opgegroeid bent, verschilt die. Kan het zijn dat je... Die ga ik ook nog behandelen als ik die narcisten ga behandelen. Een spirituele of een religieuze narcistische vader heb gehad. Waarbij die liet zien dat hij het beste in een bepaalde spirituele leer of een bepaalde geloofsgemeenschap waarin je opgroeide was. Ja, nou, het beste zich aan de regels hield. Of misschien was hij wel de pastoor of de priester of hoe je die mensen ook noemt. Maar het gaat erom dat ze bewondering en bevestiging van jou en van anderen willen. Dat zie je ze de hele dag doen. Het vissen naar narcistische voeding, het vissen naar complimentjes, het vissen naar... Vaak zijn het ook, dat is voor mensen ook vaak shocking, vaak zijn het pleasers. People pleasers, dus echte behagers van anderen. Dat je denkt, maar dat kan helemaal niet last, want je legt ons altijd uit dat die komen uit een empathische codependent structuur. Nee, narcisten hebben vaak als eerste in hun leven om aan die ellendige eigen narcistische vader, die hebben ze ook 10-1, of moeder, en of moeder. Ja, om daaraan te ontsnappen zijn ze vaak gaan pleasen. Dus hun fawn response, het behagen, zich klein maken, zich mooi, zich schattig, zich liefdevol maken, is vaak een tweede natuur. Waardoor je het zeker als codependent vaak zo moeilijk herkent. Ja. Mijn vader die gebruikte, puntje 5. Mijn vader gebruikte manipulatie en emotionele chantage om zijn zin te krijgen. Waarbij hij vaak schuldgevoelens bij me opwekte om mij te beheersen. Als je het herkent, hè, als je tot nu toe 4 keer volle 8, 9, 10 hebt gescoord. Dan zit je echt al, dan gaan we nog steeds niet diagnosticeren. Want dat mag ik helemaal niet. Ik ben echt maar gewoon een amateurpsycholoog. Ik ben dus geen psycholoog. Ik ben nog heel lang met dit soort dingen bezig. Ervaringsdeskundige mag je me noemen. Verder niks. Ken ik helemaal, je kan niet maandag naar je huisarts of naar je psychiater met deze uitslag van, nou, ik weet het hoor, ik heb een narcistische vader. Wie heeft dat gezegd dan? Ook die dwaas van YouTube. Je kan hier helemaal niks aan, je kan er verder niks mee. Het is echt puur voor jezelf, voor herkenning en erkenning. Maar als je die 4 gescoord hebt, dan scoor je waarschijnlijk die 5e ook. Die 5e ook. En dat is tegelijkertijd een antwoord op de vraag die jullie me ook vaak stellen. Hoe komt het dat ik niet los kan komen van narcisten? Lars, dat geeft me zo'n schuldgevoel. En dan voel ik me zo akelig over mezelf. Dan voel ik me zo'n egoïst. Dan voel ik mezelf de narcist. Dan voel ik mezelf een slecht mens. Ik heb zelf allemaal ook die negatieve kernovertuigingen.
dit is bijgebracht door deze man. Of door deze man. En de moeder ook nog een keer. Zeker als je... Je hebt ook van die stellen waar en vader en moeder narcistisch waren. Dan heb je gewoon de hoofdprijs. Dan is het schuldgevoel is ingebakken in je hele wezen. Iedere cel vibreert als het ware dan schuldgevoel. En wil je dan wel een keer je eigen behoeften of je eigen grenzen... Hebben we daarnaar gekeken. Dat je je ongezien en ongehoord en onbegrepen voelde. Wil je wel een keer je eigen behoeften uiten of je eigen grenzen neerzetten... Dan komt er, ik heb het bij mezelf wel eens in een visualisatie, in een sessie gezien, als een juk. Weet je wel, zo'n juk is zo'n tuig wat zo'n os op zich neemt om door het veld te ploeteren. Bij mij kwam echt gewoon zo'n juk van schuldgevoel, van een beladen schuldgevoel. Ik heb dat juk ook af moeten werpen toen, van no way. Ik ben belangrijk, ik mag mijn waarheid leven, ik mag mijn grenzen neerzetten, ik mag mijn gevoelens voelen. Ik mag mijn emoties hebben, ik mag verdrietig zijn, ik mag huilen, ik mag boos worden. Ik mag het hele palet aan menselijke uitingsvormen, die worden je allemaal afgenomen als je zo'n narcistische vader hebt. He, dus ga in therapie, ga coaching doen, ga workshops doen, ga ademwerk doen met een goede coach of met een groep. Het maakt allemaal niet uit. Als je dit herkent... Claim je geboorterecht. In wat voor vorm je daar ook voor gaat kiezen. Je kan het gaan doen met voice dialogue. Je kan het met internal family systems. Er zijn zoveel mooie methodes. He, daarom zou ik er nooit eentje promoten. Dus de weg die jij kiest, waar jij van voelt. Ja, daarmee ga ik dat echte zelf in mij. In plaats van dat codependente valse zelf die ik geworden ben. Leven. Ik ga dat echte zelf in mezelf leven. Ik ga rouwen, want ik herken het. Erken het in mezelf. Ik ga boos en verdrietig worden. En die delen in mezelf leren kennen die oorspronkelijk zijn. Die autonoom zijn. Die hun eigen behoeftes hebben. Noem maar op. Die ga ik weer herstellen. En ere herstellen. Daar vind je je eigen weg voor. Dus dit is wat ik nu allemaal doe. Zijn zaadjes planten. Wordt ook wel genoemd karmisch zaad. Dat zaad zit al in je. Dat heb je al in je. Om je echte zelf naar boven te laten komen. Ja? Daarvoor zul je dus eerst moeten strippen. Wat er niet echt is. Dat waren 5 punten. Ik heb ook nog 10 kenmerken, maar dat gaan we omwille van de tijd denk ik nu niet doen. Die komen allemaal sowieso in een e-book. Dus die gaat binnenkort een keer komen. Dus abonneer je eventjes. Geef die video een duimpje. Dan kom je vanzelf in de feed. Dus in je YouTube feed ga je vanzelf zien wanneer het komt. Je kan je ook in de infobeschrijving hieronder kan je abonneren op een nieuwsbrief. Die stuur ik 1 keer in de 2 weken, ongeveer 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. Krijg je dit soort nieuwtjes. Dan krijg je wanneer dit e-book klaar is. Ik ga dat je gratis aanbieden. Ik zit al over de 100 pagina's nu. Met beschrijven, met die tekeningen uitwerken. Met al die verschillende typen. Vaderwonden. Dus nogmaals, abonneer je even, schrijf je in voor die nieuwsbrief als je dat wil weten. Anders gaat iedereen mij iedere keer berichten. Is dat er al? Ik werk er aan. Ik werk er achter de schermen hard aan om dit klaar te maken. Ik wil het zoveel mogelijk gratis aanbieden. Dus je krijgt een gratis test. Dan kan je kijken hoe je scoort op alle 10 van die vaderwonden. En daar komt aan vast dus een gratis e-book. Dat kan je gaan downloaden dan. Ja. Ik ga nog met je kijken naar een paar dingen. Ik wil sowieso vandaag nog 2 dingen behandelen. Ik wil dus die kindtypes nog eens een klein stukje behandelen. En dan wil ik nog naar die kernovertuigingen kijken. Want die zijn wel belangrijk dat je die gaat leren kennen. En dat je ook weet waar ze vandaan komen. Als je namelijk weet waar dit soort dingen vandaan komen, kun je ze gaan ownen. Ik zeg ook wel eens, if you don't own your story owns you. Quote van Lars, je mag me requoten met mijn naam erbij. Als je je eigen verhaal niet toe-eigent, dan... Ik kan het niet goed vertalen. If you don't own your story owns you. He, dan blijft het leven dus iedere keer die schaduw op je pad brengen. In de vorm van al die mensen die jij aantrekt. Komen ze heel kort, want ik heb ze al behandeld deze op het kanaal. Zoek het filmpje er even over op. Dus de kindrollen. Dus als eerste, die kwam eigenlijk net al een paar keer naar voren. Als je dus het verlengstuk bent van die narcistische vader... dan is de kans groot dat je deze rol toebedeeld hebt gekregen. Dus je bent het gouden kind geworden. Ook wel in Nederland het oogappeltje. Ben ik ook geweest. Een paar jaar. Ik ben eigenlijk de oogbaby geweest. Ik was de liefste, fijnste, mooiste wolk van een kind.
totdat ik 2 werd en 9 ging zeggen. Toen werd ik verstoten als gouden kind. Maar ik ben godzijdank in mijn basis, helemaal in de diepte, veilig gehecht. Dus als baby was ik welkom. Ik werd alleen vanaf 2, toen ik 9 ging zeggen. Toen kreeg ik echt traumaland thuis. Toen werd ik verstoten als kind. Emotioneel in ieder geval verstoten. Ja? Dus zo heb jij je eigen verwonding. En ook hier is het weer belangrijk. Ga voor jezelf ontdekken, hoe zit jouw achterland in elkaar? Als je dit mee hebt gemaakt, ga checken in welke fase was ik het gouden kind. Sommigen van jullie zijn dit gebleven. En dan ga je waarschijnlijk naar Jacob van Maarland of wat dan ook voor dure elite school. En dan de kans ook vrij groot dat je zelf narcistisch wordt. Als je dit kind blijft, als je dus niet in de, in de nederigheid komt als kind, het afstemmen op andermans behoeften, ontwikkelen van empathie, dan is de kans groot dat je zelf ook narcisme ontwikkelt. Hoeft niet, maar de kans is er. Dit type control freak, als die flink ontwikkeld is, als je continu de controle over andere mensen wil hebben, controle is gewoon een van de aspecten van narcisme. Nogmaals, ga jezelf ook niet brandmerken, ga dat gewoon lekker uitzoeken met een open geest. Graadmeter daarbij is vaak al, als je al denkt dat je het zelf bent, ben je het niet. Narcistisch bedoel ik dan. Want narcisten, die hebben niks. Andere mensen zijn en hebben toch het probleem. Nou, als tweede, nogmaals, of misschien zeg ik het voor het eerst, maar deze rollen, die kunnen wisselen. Dus dit kan je eventjes een tijdje geweest zijn. Je kan het in het begin niet geweest zijn. En misschien dat je in je puberteit, net als ik, piano ging spelen, of je ging tennissen, of je werd goed in wiskunde, of in politiek, of whatever. Dat thuis bij jullie, voor je vader in dit geval, heel belangrijk was. He, dan ontwikkelde je zo'n rol en werd je alsnog het... Je ontwikkelde geen rol, je ontwikkelde een bepaald talent bijvoorbeeld. Je ging heel goed schaken of je ging heel goed sporten. Wat er maar belangrijk was in de fantasie van je vader, om zijn fantasie van grootsheid te ondersteunen, dan werd je het gouden kind. Dat werd je vaak een tijdje en dan kwam er weer een boer of een zus of iemand anders die nog belangrijker voor hem was. En dan werd je weer van je troon gestoten. Dat levert een akelige diepe wond waarbij je de hele leven lang blijft terugverlangen naar het gezien worden en enorm je best doen. Als je het herkent, schrijf het me ook weer. Het kan ook zijn dat je dus van de troon bent gestoten of daar nooit op hebt gezeten op die troon en het zwarte schaap bent geworden. Ja. Zwarte schaap is het kind wat het nooit goed kan doen. En je ziet ook al dat ik daarbij de codependency archetypes heb laten tekenen. Dus dit is eigenlijk ontwikkeling. Dus deze codependency archetypes voor de mensen die nieuw zijn, die kan je ook testen in de bijlage. In de infobeschrijving zit een testlinkje. Kan je binnen 10 minuten testen wie jij geworden bent. Welk codependency archetype jij ontwikkeld hebt. Dus dit is de control freak. Het staat hier nu niet bij. Dit is de control freak. Die komt vaak uit een gouden kind voort. Niet altijd. Kan ook op hele andere dynamieken tot stand komen, maar voor het gemak werk ik met dit soort archetypes, dat ze herkenbaar worden. Hè? Dus dit zwarte schaap, dan word je vaak een love addict. Als je namelijk een zwart schaap geeft, en wat is de dynamiek daarachter? Dan hunker je echt naar gezien worden. En dan met je 2 volgens mij, waar we het net over hadden. Hè? Dus mijn vader toonde weinig tot geen empathie voor mijn emoties en ervaringen, waardoor ik me vaak ongezien en onbegrepen voelde. Dat is voor alle kinderen, maar het zwarte schaap, die krijgt de klappen. Hij of zij krijgt de klappen. Dit is degene namelijk die totaal niet in de fantasie van de vader past. En je moet aangepakt worden, je moet branden. Net zolang tot je inziet hoe dom je bent, hoe slecht je bent, hoe ongetalenteerd je bent. Er komt niks van jou terecht als je dit ingepeperd is en dan komen we dadelijk... Dan worden die kernovertuigingen, nou, die worden letterlijk in je ziel gebrand. Het is niet helemaal de goede metafoor. Ik kijk naar boven, even kijk naar buiten naar een boom. Er zit een mooie boom voor de deur hier. De metafoor die er beter bij past nog is dat die overtuiging met de jaarringen meegroeit. Ja, dus er wordt je niet één keer verteld hoe dom of stom je bent. Als je het zwarte schaap van de familie bent, wordt je dat continu verteld. Waarschijnlijk ook door de moeder, die, of een co-narcissist, dus een co-narcist, dus die de narcist ondersteunt, of codependent is en niet in opstand komt tegen de vader.
het wordt je verteld door andere familieleden. De flying monkeys van de vader. Hè? Zeker als je zo'n groot narcistische vader hebt. Die heel veel van die bondgenoten om zich heen. Die ook jou duidelijk maken hoe slecht je bent. Zeker als je bijvoorbeeld in een geloofsgemeenschap bent. En je waagt het om tegen het woord van de meneer de pastoor of de priester of de bisschop of wie dan ook in te gaan, tegen de Bijbel überhaupt, of een keer vloeken. Iedereen om je heen zou je corrigeren. Dus deze narcisten, ook die religieuze narcisten, hebben allemaal pionnen om zich heen. Wat denk je van broertjes en zusjes? Dus alleen al deze twee rollen, vooral deze, de oogappel, ja, dus de golden child, daar wordt om gevochten tussen, in de dynamiek tussen deze twee broers en zussen, of 3-4 bij ons hadden we, waren we 3-4 en die rollen die veranderden steeds. Wie er het gouden kind was, wie er geliefd werd en wie er oké was en wie er bijdroeg aan de fantasie van grootsheid en wie niet. Dus die rollen wisselen, daardoor heb je vaak ook, is ook weer voor een ander filmpje, ellendige familieverhoudingen tussen de broers en zusjes. Daar is kef, er is jaloezie, er is achterdocht, er is roddelen, er is bondjes maken, er is achter mekaars rug omlaag halen, beschuldigen, beledigen, openbaar beschuldigen, beschamen, vernederen, noem maar op. Ik heb het allemaal meegemaakt, jij misschien ook wel. Het is geen sinecure om hierin op te groeien. Ook hier allemaal belangrijk om te herkennen. Dit bepaalt namelijk hoe je later relateert, met wie je dat doet, hoe je durft voor jezelf op te komen, hoe je je grenzen durft neer te zetten, hoe gevoelig je bent voor beschuldigingen, vernederingen die op je afkomen, wat je dan doet, of je dan in elkaar krimpt, of gaat vechten, of heel leuk en gezellig gaat doen, net doen of je het niet hoort. Dus allemaal heeft dit te maken met waar je mee opgroeit, met narcisme, codependency die eruit ontstaat, en hoe je later blijft reageren. Tot de tijd dat je zegt, stop, ho, ownen, herkennen, rouwen, boos worden, verdrietig worden. Het is eigenlijk best een heel logisch iets. We gaan door naar de volgende. Welke zullen we als eerste doen? Nou, denk aan deze, het onzichtbare kind. Het onzichtbare kind, wat later uitmondt in het codependency archetype, de victim, die zich klein maakt. Is vaak iemand, niet altijd, maar vaak iemand die al in een gezin is met broers en zussen, die andere rol hebben ingenomen. Onzichtbare kind heeft gezien hoe dat gouden kind behandeld wordt. Als die, hij of zij, zijn best doet, of haar best doet, en precies in het straatje van de vader past, krijgt die goedkeuring. Maar oh wee, als die ook buiten de rol valt, dan krijgt hij het voor ze kiezen, of voor haar kiezen. Ja, dat onzichtbare kind ziet het al. Die ziet het al helemaal, hoe het zwarte schaap behandeld wordt. En je denkt, oh no, no way, no way. Dit zijn gevoelige kindjes met een heel gevoelig zenuwstelsel. Een gevoelig karakter, een gevoelig temperament, waardoor de energie naar binnen slaat. Ja, en als ik dus ervoor kiezen, dat zie je ook aan de hele houding, om de energie naar binnen te brengen. Wat je noemt, Harvey Hendricks heeft dat genoemd, minimaliseren. Andere twee archetypes, om die nog eventjes erbij te bakken, dan wordt het verhaal steeds compleet. Dan kan je het steeds beter gaan herkennen. De andere twee types, die gaan hun energie maximaliseren. Dus het zwarte schaap wordt vaak een rebel. En die blijft als love addict later hunkeren naar goedkeuring, naar gezien worden, naar relaties, naar verliefdheid, naar dopamine. Die wil continu in die high zitten van dopamine, omdat hij zich zo leeg voelt. Maar die maximaliseert zijn energie. Dit type, golden child, gouden kind en later de control freak, hetzelfde verhaal. Die maximaliseert de energie. Dus bij de gouden kind, bij de control freak, zit ook nog een vechtrespons. Ze worden zichzelf enorm goed op kunnen, zich groot maken, opblazen. En met die kracht het leven in. Dit andere type, dit onzichtbare kind, niet. Die krijgt een bevriesrespons. Dus die bevriest in zichzelf, die komt uiteindelijk ook vaak in wat genoemd wordt een collapse. Dus een ineenstorting van het systeem waar leegte is, waar depressie is. Vaak komt hier ook verslaving uit voort. Enorme moeite met grenzen aangeven. Enorme moeite met zichzelf kunnen voelen. Dissociëren, dus uit het lichaam gaan en weg. Ja. Dat is een effect van het onzichtbare kind zijn. En ook hier weer
Mega belangrijk dus. Het kan best binnenkomen wat ik nu zeg. Als dit nieuw voor je is, misschien niet als je het al kent, maar als dit nieuw voor je is, dan kan je eerst zelf in zo'n collapse, in zo'n ineenstorting komen. Zie je wel, het gaat me nooit lukken om hier uit te komen. Dat zijn overtuigingen die bij dit type horen. Niemand zal me ooit zien. Niemand zal me ooit horen. Ik zal nooit aan de bel trekken. Ik zal nooit uitreiken voor hulp. Noem maar op. Dat zijn overtuigingen die bij dit kindje horen. Het kindje van binnen ook bij jou. Hè? Wat gekwetst is. Wat je mag gaan herkennen. Ook jij mag gaan leren erkennen. Het is niet wie je bent. Je ineenstorting is niet wie je bent. Er zit ook een heel krachtig wezen in je. Ga die maar wekken. Ga die maar wakker maken. Ga maar zorgen dat die naar buiten kan komen met de verdriet en met de boosheid. De manier om uit zo'n freeze response, uit zo'n bevriezing, uit zo'n verstijvingsrespons te komen. Ja. Als laatste die ik hier nu vandaag behandel, als kindarchetype wat hieruit voortkomt, heb je het begaafde kind. Daar hebben we ook wat over gehad. Hè? Het begaafde kind is een term die heeft Alice Miller ooit opgeworpen. Het begaafde kind wil niet zeggen, want dan zou je kunnen denken, ja maar luister, we hebben toch al dat begaafde kind hier gehad, dus die golden child. Dit begaafde kind, begaafd, verwijst hier naar het kwetsbare, en dan niet het kwetsbare van het onzichtbare kind, maar het emotioneel enorm bedraagde kind. Dit worden vaak papa en mama's kleine helper, kleine volwassenen, degene die de papa en mama wordt voor de andere kindjes, noem maar op. Dus dit begaafde kind is enorm empathisch. En zet die empathie in vanuit de fawn response, dus de behaagrespons. Dus de ander gaan vleien, wordt dat ook wel genoemd. In het Engels wordt het heel mooi vertaald als peace and appease. Please and appease. Dus de ander behagen, maar ook onschadelijk maken met mijn eigen nederigheid, lief doen. Je kopje thee, oh fijn, harmoniseren. Adviseren. Ja, dus het archetype wat hieruit voortkomt, als je dit type geweest bent als reactie. Hè, als reactie op die narcistische vader. Zo moet je het zien. Zie het in context. Zo'n grootse narcistische vader die dwingt je, als je die empathische imprint hebt, om dit te ontwikkelen. Heel veel lief doen en onschadelijk maken en harmoniseren. Jezelf heel klein en dienstbaar en nederig maken ten opzichte van die grote bullenbak. Of, idem dito, met die verborgen narcist, die slachtofferige man die je alsmaar bespeelt met schuldgevoelens. Dat kan ook zomaar zijn als je zo heel empathisch bedraad bent, dat dit archetype aangeraakt wordt. Dus het karmisch zaad, de schatkaart van de ziel waar we andere keer weer op verder gaan, hè, dat ligt daar helemaal onderin in ons ongekende potentieel. Daar ligt karmisch zaad. Dit archetype hebben we allemaal. We zijn allemaal begaafde kindjes, de een meer dan de ander. Maar onder een bepaalde druk komt die begaafdheid, komt die empathie van pas als verdedigingsmechanisme. Om de ander onklaar te maken, om naar zijn verhalen te gaan luisteren. Als die uit zijn werk komt, zoals ik dat thuis ook heb moeten doen over het werk weer. En weer die ellendige slachtofferverhalen aanhoren. Avond in, avond uit. Puntje 2 weer. Mijn eigen emoties en gevoelens laten kennen, laten horen, geen interesse in, maar mijn eigen slachtofferverhalen over mijn werk, daar moeten jullie allemaal naar luisteren. Daar ontwikkel je dus dit archetype van. In dit geval heet dit type de helperholic. Dan word je een helperholic. Het is een van de manieren waarop die kan ontwikkelen. Er zijn talloze van dit soort manieren mogelijk, hè, hoe je dit ontwikkelt. Dus er is niet één weg naar Rome. Ik geef je gewoon nu even wat hoofdwegen. Oké, we hebben nog een paar minuutjes. We gaan nog als laatste kijken naar de negatieve kernovertuigingen. Dus negatieve kernovertuigingen, ik heb ze expres zo genoemd, niet alleen negatieve overtuigingen. Wat is een negatieve kernovertuiging ten opzichte van een negatieve overtuiging? Die overtuiging, dat kennen jullie wel, mensen die met NLP bezig geweest zijn of uit andere psychologische modellen. Daarom heb ik het woordje kern ervoor gezet. Een negatieve overtuiging. Kernovertuiging is niet alleen een overtuiging in je hoofd. Iets wat je over jezelf gelooft. Maar iets wat embodied is. Iets wat belichaamd is. Iets wat eigenlijk in je hele wezen in de kern terug te vinden is. Wat ik net al noemde.
dat groeit als het ware mee met de jaarringen van de boom. Als je een boom zou zijn, dat is metafoor. Dus het is niet zomaar een gedachte, hè, want dat denken mensen vaak die NLP hebben gedaan of andere richtingen hebben. Want ik doe even een paar oefeningen en dan is die overtuiging uit mijn systeem. Nou, super, ik ken de verhalen van mensen die dat lukt. Wat ik weet uit ervaring nu ondertussen met 20 jaar lang werken met dit soort diepe jeugdverwondingen, die laten zich niet even wegtransformeren als een idee wat je met een bepaald soort meditatie of wat dan ook, of een paar zinnetjes uitspreken. Zo, nou, toen was ik verlost. Als het jou wel lukt, laat mij in godsnaam je heling niet in de weg staan. Ik weet dat je vaak het traject door moet van rouwen. Dat is ook niet van mij, dat concept. Dat is van Pete Walker. Hij heeft er schitterende boeken over geschreven. Ik heb het toevallig. Oh, hier ligt er eentje. Kan ik je echt aanbevelen. Er zit ook een stift in. En nou, je ziet het al, bijna alles in dit boek is geel gemarkeerd. Het is een fantastisch boek. Hij heeft ook een boek geschreven, het heet Complexe PTSD, PTSS, Complexe Posttraumatische Stressstoornis. Ook fantastisch als je met dit soort kwalen zit. Ga het lezen, ga het bestuderen. Hij is een van de mensen, maar ook mijn eigen mentoren en ook eigen therapeuten, alle coaches die ik gehad heb op dit vlak. Iedereen die echt in dit veld werkt, die zegt je moet het werk doen, je moet er doorheen. Rumi, de dichter, die zei niet voor niks zo mooi. The only way out is through. De enige manier om hier doorheen te gaan, is er echt doorheen gaan. Zoals ik je nu uitleg. Eerst gaan leren herkennen codependency en narcisme. Dan er 100 keer met je neus in de echte wereld tegenaan stoten. Maar nu bewuster, omdat je herkend hebt en erkend hebt. Dan ga je de pijn van binnen voelen. Dan ga je hier langzaam doorheen werken. En dan ga je erachter komen, oké, maar dit zit in mijn kern. Ik kan het niet zomaar loslaten. Want loslaten gebeurt in het rouwproces, doordat je in opstand komt. Doordat je voor dat verwonde innerlijke kindje, wat dit allemaal mee heeft gaat maken, gaat zorgen. Dat je boos gaat worden op deze vader, in jezelf. De echte vader in de buitenwereld zal nooit van zijn levensdagen veranderen als hij deze inprinting heeft, als dat een narcist is. Zoals je op mijn amateur manier heb vastgesteld, niet als diagnose, maar van nou, dit zou wel eens een narcist kunnen zijn. Zo in die orde van grootte, disclaimer nummer 2. Ja, als je dat herkent en erkent, dan kan jij innerlijk ouderschap gaan beoefenen. Dan kan jij voor dat kindje gaan zorgen, zodat die kern langzaam bij beetje kan gaan helen. Stukje bij beetje heler kan worden, die jaringen open gaan. He, dat je gaat openen voor je ware zelf en dat bange, schuldbewuste en met schaamte overdekte zelf steeds meer naar buiten gaat komen. Dat gaat door te rouwen. Onthoud dat maar gewoon. Wat voor therapievorm je ook gaat kiezen, bespreek dit met de coach of de therapeut of de psychiater. Van ik wil een rouwproces en ik wil boos kunnen gaan worden, ik wil verdrietig zijn. Ga je me daarbij helpen? Gaat die persoon je gaslighten en, of uitlachen of whatever? Ga je gewoon door naar de volgende, ja? Het gaat erom, als je dit soort negatieve kernovertuigingen wilt gaan, dat je ze leert herkennen en leert transformeren. Maar dan wel op een manier die klopt. Die dus niet nog meer schade van binnen aandoet. Iedere quick fix namelijk, dat willen jullie allemaal. Ik ook. Schrijf me de quick fixes in de comments alsjeblieft. Ga maar na wat er gebeurt. Je werd vroeger al niet gezien en gehoord thuis. Nou is dat kindje in jou verwond, die heeft die kernovertuiging waar we zo op gaan komen van binnen. En dan ga jij even een pleister op de wonden plakken. Ik heb helaas geen pleisters liggen, maar makkelijk een pleister hier. Kom, pleister erop en nou moet het een keer over zijn. Doe je dan niet precies hetzelfde als wat jou thuis is aangedaan? Ja? Dus ga iets anders doen. Ga echte innerlijke compassie, innerlijke empathie ontwikkelen. Ga invoelen. Ga goed innerlijk ouderschap leren toepassen om dat verwonde innerlijke kindje onder je hoede te nemen. En dan gaat het met de loop der tijd, weet ik 100%, want ik ben zelf ook dit proces door aan het gaan, dan gaat het 100 keer beter worden. Je gezondheid gaat floreren, je relaties gaan floreren, je werk gaat floreren. Dit is geen valse belofte, want ik verkoop je er verder niks mee. Het is gewoon puur om je te laten weten, ik en honderden overlevers die ik nu mee heb gemaakt, hebben dit proces al gelopen. Daarom weet ik dat die quick fixes niet werken. En het doen van je werk met liefde en compassie en toewijding werkt wel. Ja, ik ben daar gewoon het levende voorbeeld van. Ik kan nu echt zeggen, na een aantal jaar dit doen, ik ben er.
ben er nog niet helemaal. Natuurlijk heb ik ook maar mijn momenten dat ik weer terugval en dat ik ellende meemaak en noem op. Maar ik kom steeds sneller eruit. Het zijn echt al hele dagen, soms hele weken, dat ik gewoon gelukkig ben. Nou, dat is voor iemand van 55 die dat nog nooit ervaren heeft, is dat een wonder. Mijn relaties floreren, mijn werk floreert, gezondheid, daar worstel ik nog een beetje mee, die mensen die mij kennen. Maar de weg hier naartoe is je lichaam. De weg hier naartoe is je lichaam. Het somatisch werken, dus het lichaamsgericht werken. En wat je daarvoor kiest, is aan jou. Hè, welke therapievorm of welke energievorm kan met ademwerk, kan met lichaamswerk, maar ook met wat ik al noemde, met de voice dialogue, met andere manieren van focusing op je lichaam. Als je maar mensen hebt, dus traumatherapeuten of coaches, die trauma geïnformeerd zijn. Als ze dat niet zijn, gaan ze je vaak cognitief aanpakken. Ideeën die je over jezelf hebt, noem maar op. Kan je echt wel een tijdje werken. Maar je moet mensen hebben die dieper met jou onder die motorkap kunnen kijken. Zodat je uiteindelijk uitkomt bij die negatieve kernovertuigingen. Ik heb er hier 5 opgeschreven die kunnen horen. En het zijn er ontelbaar veel meer. En ze zijn specifiek voor jou. Dus denk niet van hij moet hier bij deze 5 zitten. Laat het maar als inspiratie zijn. Misschien niet helemaal het goede woord, maar laat het resoneren met wat er voor jou van binnen klopt. Hè? Dus eentje die er bijna altijd bijgebracht wordt als je zo'n verborgen of openlijk grandioze narcistische vader hebt gehad, is ik ben niet goed genoeg. Dat goed genoeg, en dan word je Ben horen bij elkaar. Ben verwijst naar de identiteit. Deze vader brengt jou namelijk bij, je bent een sukkel, je bent dom, je bent een loser. Niet van, oh, dat doe je dan niet handig. Dat is wat wij vaders, de goed genoeg vaders, ook naar hun kinderen moeten doen. Die, als je op je tweede komt met een tekening en het ziet er zo uit, dan zeg je, oh, wat mooi. Dan weet je, het kindje zit in die narcistische fase, die wil het belangrijkste van de wereld zijn, de mooiste tekening. Wow, ik heb nog nooit zo'n mooie tekening gezien. Ja, woehoe, vieren samen en maak nog een tekening. En nog, papa, kijk naar papa, kijk naar papa, kijk naar. Honderden transacties, iedere keer, je bent goed genoeg, je bent goed genoeg. Totdat ze 4 zijn en 5 of 10. Dan kan je rustig op een gegeven moment zeggen van, nou, ik herken daar niet echt een paard in hoor. Dan kan je, ik heb je veel betere paarden zien tekenen. Hé, hey, en dan gaat het dus over het gedrag. Narcistische vader doet dit niet, die pepert al vanaf 2 jaar in wat, dat je niet goed genoeg bent. Daar komt hij, het zit op je identiteit. Dus dit is een verwonding op je identiteit die met de jaringen meegroeit. Dus ik ben niet goed genoeg. Narcistische vader heeft vaak onrealistische verwachtingen en eist perfectie. In het verlengde, waar we het over hadden, van de verborgen of grootse fantasie. Jij moet daar perfect aan voldoen. Het kind kan hierdoor het gevoel krijgen dat het nooit aan deze verwachtingen kan voldoen. Wat leidt tot een diep geworteld gevoel van ontoereikendheid en zelftwijfel. Herken je die? Altijd aan jezelf twijfelen. Ik noem hem regelmatig. Ik was pas bij Jorn Luca te gast. Als je deze vanavond toevallig nog kijkt. Morgenavond ben ik daar de 3e keer. Super gaaf. Volgens mij noem ik het daar in het begin ook als dat erin is gekomen. Ik zeg dat ook op podcast, als ik door iemand anders uitgenodigd word, ik voel me een imposter. Een imposter in het Nederlands is een bedrieger. En nu kijken er echt tussen de 20, 30, 50.000 mensen naar zo'n podcast. Daar wordt het jongetje in mij, wat dit heeft meegemaakt, dat hij ontoereikend was en veel twijfel, het wordt hij heel bang van. Dus door dat te benoemen, door dat uit te spreken, nu ook, is het ook weg. Als ik hier dit ga verbergen, dat is weer dat christelijk gnostische. Hè, dus dat wat je binnenhoudt zal je vernietigen. Dat wat je buiten brengt zal je bevrijden. Ik heb het nu bevrijd. Ik heb het letterlijk naar het licht gebracht. Gebrand, wat een mooi. Ik heb het letterlijk naar het licht gebrand. Ik hoef dit niet te verstoppen. Ik hoef dit voor jou of voor anderen nu niet te verstoppen. Dat diep in mijzelf voel ik mij een bedrieger. 8 van de 10 die uit zo'n gezin komen met deze vader. En ook hier, alsjeblieft, schrijf het me. Dan gaan we met elkaar leren of dit klopt wat ik hierover vertel. 8 van de 10 zullen zich, net als ik, ook een bedrieger voelen. Hoeveel opleidingen je ook gedaan hebt. Hoeveel dingen je ook weet. Ik ben 40 jaar bezig met deze studie over de mensheid. Ja? Ik weet er gigantisch veel. En toch zegt er van alles in mij, je bent een bedrieger. Je bent helemaal geen psycholoog, je bent geen psychiater. Je hebt niet eens recht van spreken.
komt de innerlijke criticus, hè, waar we het andere keer weer verder over gaan hebben, die komt daar dan bij. Nou, die maak ik bij deze onschadelijk door mijn schaamte, mijn toxische schaamte, niet in te slikken, maar gewoon naar buiten te brengen. Zeg, joh, hier schaam ik mij voor. Nu niet zo heel erg meer. Het is nu niet heel erg meer. Maar dit is dus een deel van het ontwapeningsproces van die innerlijke dynamieken. Het ownen. Dit is own your story. Als ik dat niet zou doen, zou ik, net als de eis van perfectie vroeger, iedere keer aan die hoge maatlat willen voldoen. En oh, wat nou als de collega's kijken en die wel die uitspraken doen over, oh, Lars die beschuldigt iedereen van narcisme. Nou, lekker, daar zou ik nooit iets bij doen. Of whatever ze van binnen bij mij bang van zijn. Hè? Vooral de kritiek van collega's, van peers, van psychologen, psychiaters. Nu niet. Door dit te uiten, maak ik mezelf gewoon kwetsbaar. Mag je me kwetsen als je dat wil. Maar het komt niet binnen. Het komt wel in me, maar het gaat gewoon door mij. Want ik schaam mezelf daar niet meer zo heel erg voor als vroeger. Dat het hermetisch verstopt moet zijn. En dan afgedekt met een dun laagje perfectionisme. Zodat je niet zou zien hoe ellendig ik me eigenlijk in de diepte over mezelf voel. Het is allemaal doorgewerkt dit. Tot zekere hoogte. Ik ben er nog, blijf daar kwetsbaar in hoor. Jij ook. Je blijft de rest van je leven gewoon kwetsbaar voor dit soort dingen. Maakt niet uit. Het is niet erg om kwetsbaar te zijn als mens, toch? Nummertje 2. Negatieve kernovertuiging. Mijn gevoelens zijn niet belangrijk. Dat is de basis, bedenk ik nu, waar ben je gebleven? Dit is de basis van dit archetype. Ja, van de helperholic. Mijn gevoelens doen er niet toe. Die van jou zijn belangrijk. Want ik zit met mijn aandacht. Die ziet waar mijn ogen heen gaan. Helemaal bij jou. Mijn handen zijn uitgestrekt. Wat jij vindt is belangrijk. Ja? De narcistische vaders die hebben neiging om de gevoelens en behoeften van hun kinderen te negeren of te bagatelliseren. Heb je dat meegemaakt? Dat je gevoelens omlaag werden gehaald? Of ach, zo erg is het ook weer niet. Dat kan ertoe leiden dat het kind zijn eigen... dat het kind leert dat zijn eigen emoties er niet toe doen. Het kan resulteren in problemen met emotionele expressie en zelfzorg. Ja, als je gevoelens steeds afgekapt of beschaamd of belachelijk of belerend over werd gedaan, dat voelt zo akelig en naar, op een gegeven moment hou je ze binnen. En zeker in combinatie met zo'n empathische imprint, zo'n begaafd kind, dan verdwijn je als het ware in de anderen. Je wordt symbiotisch met anderen om je heen. Jij bestaat niet meer. Dat is ook zo'n mooi boek, dat heet ook Het Verdwenen Zelf. Ja, het zelf verdwijnt gewoon. Het is niet weg hoor. Het is niet weg. Het ligt alleen ergens diep onder een laag. Daarom belangrijk dat je hiermee gaat werken. Als je dit herkent, met een van deze overtuigingen kan je echt heel goed naar een therapeut of een coach toe. Of een workshop die je gaat doen. Of misschien ga je wel ademwerk of plantmedicijn of een zweetwet wat dan ook. Dan neem je gewoon zo'n overtuiging mee. Op het moment dat je die namelijk uitspreekt, mijn gevoelens zijn niet belangrijk, herkent dat kindje in jou de waarheid. Ja, dit is zo. Ga dit dus ook niet weg NLP'en met allerlei methodes en mijn gevoelens zijn wel belangrijk. Nee, erken jezelf als een goede innerlijke ouder. Erken jezelf. Mijn gevoelens zijn niet belangrijk. Mag je nu ook doen. Mag je hand op je hart leggen, hand op je buik. Adem je naar binnen. En dan voel je, waar zit de pijn? En die ga je dan doorvoelen. Ga je naartoe ademen. Ga je aandacht schenken. Die ga je met je handen ontmoeten. Ja, dan gaan we al wat meer naar de oplossing. Daar is deze film nu niet voor. Maar dit is de weg naar heling. En als je dan in zo'n plantmedicijn of zweetut of ademsessie of wat voor workshop zit... Je werkt met zo'n overtuiging, je voelt die in je lijf, bam, dan kan je het naar buiten gaan brengen. Dan kan je je boosheid gaan uiten over dat je gevoelens vroeger niet belangrijk waren. Of dan kan je je verdriet gaan doorvoelen. Allebei zijn even belangrijk. Als je diezelfde Pete Walker volgt en gaat lezen. Hé, hey, daar is mijn hondje. Kun je hem zien? Net niet. Hé, hey, Roem. Zie je hem staan? Ah, daar is hij. Hallo, Roemie. Hey, kom je even gedag zeggen. Dus als je dat gaat uiten, wat ik zei, Pete Walker, dus gevoelens zijn belangrijk van zowel boosheid als verdriet. Sommigen kunnen alleen maar huilen, meisjes vooral.
Sommigen kunnen alleen maar boos zijn, jongens vooral. Dan heb je kruislinks precies net het andere te leren. Dat je er niet alleen om te huilen hebt als vrouw, maar ook boos om te worden hebt. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. Andersom, als jongen, als man, die vaker vermijden de imprint gekregen ben en avoider geworden, dan heb je te gaan leren zacht worden, er wel over te praten, wel voelen dat jouw gevoelens belangrijk zijn en uiteindelijk dat je erom mag rouwen en mag huilen. Gaan we naar de volgende. We doen er nog drie. Ik moet anderen pleasen om liefde te verdienen. Nou, die is duidelijk, hè? Deze imprint. Die helperholic imprint. Die hoeven we niet heel veel te behandelen. Die hebben we al best veel gedaan. Nummertje 4. Nou, weer een diepe negatieve overtuiging. Ik ben verantwoordelijk voor de emoties van anderen. Ja. Dus al deze kindjes hebben meegemaakt de onvoorspelbaarheid en de uitbarstingen van de vader. Zowel van de verborgen narcist, die hebben ook een enorm kort lontje, met vaak snauwerigheid en narigheid, totdat de tot bombastische, grootse uitbarstingen van de narcist, die bulderend door het huis ging. Waardoor je gaat voelen op een gegeven moment, ik ben hier verantwoordelijk voor. Zeker als je een jong kindje bent, dan zit je in bepaalde hersengolven, in theta, en dan zit je nog in een magische wereld. Later ga je naar delta golven en dan blijf je nog steeds in een magische kindwereld. En alles wat daar binnenkomt, beschouw je als echt. Je zit zelf in de wereld van magie. He, wijs naar een wolk en zeg, kijk, zie je ook die olifant? Nee, het is een clown. Kinderen hebben ongelofelijke fantasie, omdat die hersengolven gewoon heel anders zijn. Dus komt daar zo'n bullebak of zo'n verborgen narcist en die gaat met zijn gif en met zijn boosheid en met zijn manipulaties in die wereld, krijg jij het gevoel dat jij de schuldige bent, dat je verantwoordelijk bent voordat papa zich weer goed gaat voelen. En dan ga je weer met je energie helemaal erin. Dan ga je op een van die manieren reageren. Je gaat je klein maken of je gaat nog harder je best doen en presteren. Of je gaat rebelleren en opstand komen zoals het zwarte schaap doet. Noem maar op. Je krijgt steeds meer beeld nu hoe deze archetypes, hoe die karakters in jou en anderen, hoe die dus reageren. En dan de laatste overtuiging. En die is op allerlei manieren uit te leggen. Liefde is onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Heel veel van jullie worden op een dusdanige manier, ik ook, verwond, dat je bindingsangst krijgt. Dat je wat genoemd wordt een vermijdende hechtingsstijl gaat krijgen. Omdat de liefde vroeger of laat toch niet te vertrouwen bleek. Met deze eerste belangrijke hechtingsfiguur al, je vader, was het ook al niet te vertrouwen. Die kon van het ene moment op het andere, kon je persona non grata worden. Dan was je even het gouden kind, was je even oogappeltje. Dan was je weer zwarte schaap of je moest je klein maken. Of je moest echt enorm goed je best doen en gaan fawnen en gaan behagen om weer in de gratie te komen, noem op. Dus de kans is vrij groot, en ook hier mag je me overschrijven, dat je een vermijdende hechtingsstijl hebt ontwikkeld. Als je dit type was, dus het zwarte schaap, dan heb je een dubbele binding. Dus dan heb je en een enorm verlangen naar liefde en een enorm wantrouwen. Dus je verlangt, je hunkert naar liefde, je bent 2 maanden verliefd en dan komt iemand dichterbij en dan duw je weer weg. Schrijf ook hier maar of je dat herkent, of dat klopt. Heb je meer dit archetype, is die control freak ontwikkeld. Nou, je ziet het al aan de houding. Die heeft zo'n gegronde hekel gekregen aan de liefde. Die duwt iedereen bij zich weg, man of vrouw, met een vechtrespons. Het zijn mensen die zitten er echt bovenop om nooit meer te laten gebeuren wat daar vroeger gebeurde. Al deze archetypes kun je doorvoelen, kun je gaan helen. De een zal van de grote ivoren toren af moeten komen, hè, en zich juist kleiner en kwetsbaar maken en de pijn gaan doorvoelen van alsmaar moeten vechten en met tranen moeten gaan rouwen in plaats van alsmaar vechten. En dit archetype, dus de victim archetype, die zal juist dat wat zij zo heeft, dat kunnen vechten, die zal dat moeten gaan leren. Die zal juist die eindeloze tranen gewoon moeten stoppen en moeten zeggen, oké, nou ga ik godverdomme een keer echt boos worden op die klootzak. Je plakt een foto van die vader op een kussen en je gaat er gewoon eens een keer helemaal los op met alle scheldwoorden die je kan bedenken, noem maar op. Heel belangrijk om het taboe te doorbreken van loyaliteit van die innerlijke kindjes naar dit soort type vader en er boos op te worden.
En dan word je boos, want hier gaan jullie heel veel van vinden. Dat weet ik vooral mensen die bezig zijn met een cursus in wonderen of met christendom of met boeddhisme. Allemaal draait om vergeven. Je gaat hier los op het innerlijk beeld van een narcistische vader. De gewone vader van vlees en bloed, die laat je gewoon voor wat hij is. Wat voor contact je er ook wel of niet mee hebt. Maar dit gaat om de introject, dus de nare kant, die uiteindelijk de stem is geworden van de innerlijke criticus in jezelf. Daar word je boos op. Die plak je met een foto buiten je. Daar mag je gewoon eens een keer helemaal los op gaan. Dan zet je de naarste muziek van Rammstein op, of een diepe hardhouse, hardstyle of hardcore cd op. Je gaat helemaal, een keer echt helemaal los. Is dat spannend in huis omdat je te veel herrie maakt, dan schreeuw je gewoon in een kussen. Je kunt zelf gewoon al dit type ademwerk gaan beoefenen door 10 minuutjes even door je mond naar je borstkas. Niet naar je buik, maar gewoon hoog in je borst, zodat je je sympathisch zenuwstelsel flink activeert. En dan ga je die woede naar buiten brengen. Je kan het ook met een coach doen. Dus op mijn website vind je allemaal mensen die ik op heb geleid. TheBreathworkCoach.com. Niet om reclame te maken, maar gewoon omdat je even weet bij wie je terecht kan. Misschien heb je wel ademcoaches in je omgeving waar je dit bij kan. Doe die check, doe die testvragen. Overleg dat. Van hoe ga jij hiermee om? Met dat soort negatieve kernovertuiging en een narcistische ouder en het trauma wat ik daar heb opgelopen. Hoe ga jij mij helpen dat naar buiten te brengen? Stel dat soort vragen, komen daar bevredigende antwoorden uit. Kan je merken dat die ander empathisch op je afgestemd is en ook nog eens een keertje bekwaam? Ga lekker genezen en helen van dit soort diepe kindverwondingen. Yes? Dit was het voor vandaag. Geef de video een duimpje voor dat je weggaat als dit YouTube, dat het belangrijk is. Abonneer als je dit interessant vindt en verspreid het met je vrienden en vriendinnen. En dan gaat YouTube zien dat ze dit veel meer in de algoritmes moeten brengen. Ik doe het met liefde en ik zie je volgende keer. Yes, bye bye.